Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100. Wedstrijd hier van start. Eemdijk heeft afgetrapt, zoekt meteen vooruit. Zeger Beukers, de rechtsback van Eemdijk. Christian van Hussen. Daniel van Warven. Het is druk daar. Roel de Vries. Komt DVS toch Moro. Mooie combinatie. Moro gaat schieten. Prachtige goal! Hoho! Wat lekker zeg! Hoe kun je die wedstrijd mooier openbreken dan een 1-0? Prachtig schot die Moro. Wat laat hij zich zien vandaag? En zo eigenlijk creëert hij ruimte voor zichzelf. Schiet, ziet de keeper iets te ver voor zijn goal staan. En rond dit fantastisch af. DVS op een snelle 1-0 voorsprong. Wat graag de weg was om vandaag te bewandelen. Om zo snel mogelijk op voorsprong te komen. En dat doen ze ook in de 8e minuut van de wedstrijd. DVS op 1-0. Voor de rest is het nog niet echt een goede pot. Nog niet. Nee. Het is niet echt een wereldklasse wedstrijd. Het komt een beetje stroperig op gang. DVS 33, nu balbezit. Mark Bouwman, trainer Bert van Hunestein, wil ook een hoger tempo zien. Hoger tempo van combineren. Kan natuurlijk ten koste gaan van de zuiverheid, maar we zijn wel wat gewend bij DVS. En deze paas komt niet aan. Nu Barry Powell daar in balbezit. En wat doet hij? Oh, wat een ongelofelijk mooi doelpunt van Barry Powell. Hij zit daar. Gerben-Jan Ruizendaal, de keeper van Eemdijk. Net iets te ver boven zijn, voor zijn doel staan. En hij lepelt die bal met een schitterende lop over die doelman heen. Oh, wat is dit een heerlijk doelpunt van Barry Powell. Hij geeft hier niet alleen zijn visitekaartje af, maar hij laat zien dat hij langzaam maar zeker er toch weer beter en beter in komt. Barry Powell en Power zou je kunnen zeggen. Die scoort hier de 2-0 en na 12 minuten staat Eemdijk alweer met 2-0 achter. Het zal waarachtig toch niet zo zijn dat het weer 9-0 wordt, maar dit is natuurlijk voor DVS een fantastisch begin. Mark Bouwman. Dennis Hollard. Koen Vloedgraven. Benjamin Romion. Frank van den Burg. Soufiane Moro. Lage bal van de Warven. Oh, mooie aanval zeg. 3-0. Daniel van Warven. Als vervanger voor Olivier Pilon vandaag. Scoort hij de 3-0. En wat is Moro ook weer belangrijk. Bij deze bal van Frank van den Burg op Moro. Lage voorzet. En rond de penalty stip of iets daarom kan Daniel van Warven de 3-0 maken. 22 minuten gevoetbald. 3-0 DVS. Van Hussen. Moro van Hussen. Licht aangetikt. Mooi gevoetbald. Het is een penalty. Ja. Het voet van Hussen wordt onderuit geschoffeld. En DVS krijgt een penalty. Van Hussen die hem zelf wil nemen. Nee, Barry Powell pakt die bal. Nee, er wordt overlegd. Van Hussen wil toch zelf. Nee. Toch wel. Ja, er was iets discussie. Dan moet je erin schieten ook. Zelf verdiend. Ook zelf nemen. Gaat hij scoren? Christian van Hussen. Niet. Maar Daniel van Warven ook niet. En in derde instantie gaat de bal via Jan-Pieter Hartog
volgens mij over de goal. Maar wat niet best genomen, die penalty. Gooit hem even terug. Klaas de Graaf. Maar leidt daar balverlies. Moet hij niet doen. Moro nog steeds. En hij schiet hem er gewoon in. Heel makkelijk. Hij had ook voor de weg naar Barry Powell kunnen kiezen. Maar Moro, die heeft er heel veel zin in. Die wil echt laten zien dat hij niet voor niks tweede divisieniveau heeft. En hij laat het hier in de derde divisie zien door zijn tweede doelpunt aan te tekenen. Heerlijk voetballetje, Soufiane Moro. Frank van den Burg. Soufiane Moro. Mark Bouwman. Barry Powell. Oh ja, die van heel van Werven. Nee! Zoekt Jannik Bouw. Maar de bal is voor Paul Epping. Lars Dekker. Benjamin Roemion. Combineert met Roald de Vries. Benjamin Roemion, zijn man voorbij. Gaat de voorzet komen of gaat hij naar binnen toe? Hij gaat naar binnen. Geeft nu de bal achteraan de Ruiter. Barry Powell. Moro. Dat is een doelpunt, zeg. Hij had er een hele mooie gemaakt, maar deze is nog mooier. Strak in de kruising. Soufiane Moro. De wissel. Een publiekswissel natuurlijk. Soufiane Moro heeft hier laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. En dat is veel. En de scheidsrechter besluit precies op de 90ste minuut de wedstrijd af te fluiten. Hier 5-0 in het voordeel van DVS. Deze samenvatting wordt mogelijk gemaakt door AGO Financieel en Fiscaal Advies, Roosendaal Sport on Wheels, de scooterspeciaalzaak van Nederland, VDB Recreatie Avontuurlijk Ontspannen, de businessclub van DVS 33 Ermelo en de Club van 100.